André Cattelion, drijvende kracht achter de administratie van KV Oostende. Maar wat moeten we ons nu precies voorstellen bij uw functie? Wel, ik sta dus in voor de algemene leiding van de administratie en ook wat betreft de wedstrijdorganisatie. Nu, wat betreft het administratieve, werken we in feite met drie op het secretariaat. Dus te zeggen, die van Stegelman, die zich bezighoudt met alles wat betreft catering en horeca. Rick Koeken, alles wat betreft de administratie rond het sportieve. En je verzorgt zelf ook de abonnementenservice? Wat is te zeggen, dat is een onderdeel van de administratie. Dus we hebben daar ook een aparte cel van twee mensen die daar specifiek zich mee bezighouden. Ja, en hoe ben je precies zelf bij KV Oostende terechtgekomen? Ik ben supporter van KVO van in het begin. En op een bepaald moment is de huidige voorzitter, dus Yves Liageren, met werkgroepen begonnen. Ik heb me daar voor ingeschreven, samen met mijn vrouw, dus Francine. En zo zijn wij op de administratie geraakt. Ik ben ondertussen dus gepensioneerd en voor mij is dat dus een totaal nieuwe uitdaging. En nu werk je fulltime voor KV Oostende? Ja, fulltime. André, we merken heel wat activiteiten, zowel op als naast het veld. Is er veel veranderd bij KVO vroeger tegenover nu? Well, het is inderdaad zo, dus ik kan spreken van ongeveer anderhalf jaar, dus als ik hier nu fulltime zit. En het is inderdaad zo dat zowel op sportief vlak als op administratief vlak er grote stappen worden gezet om naar een professionele ploeg te kunnen ontplooien. Zo kan ik onder andere aanhalen dat de club wordt doorgelegd door een extern persoon, dus op gebied dus van administratie en ook op het commerciële vlak. En dan nu nog de gevreesde afsluiter. Welke wedstrijd is je tot nog toe het meeste bijgebleven en waarom is dat zo? Wel, voor mij is nog altijd de winst van KV Oostende op Anderlecht, dus de 0-1, waar Marco Nijs het doelpunt maakt. Dat is de wedstrijd die bij mij nog altijd het meest bijblijft. Misschien bij anderen, de match tegen Leuven. Dankjewel.